zijn de kaartjes voor de Waterman voor februari. Welkom allemaal. Ik ga werken met de Akasha Toro en de Goddess kaartjes. Gaan we even kijken. Eerste kaartje is Guiding Children. Daarna Damara. Oké, jij kan zelf heel goed kinderen helpen. En je zou wel een counselor kunnen zijn voor kinderen. Misschien werk je al zelf met kinderen. Maar jij kan heel goed met kinderen connecten en ze ook wel een beetje helpen. Gaan we even naar de tweede week. Ik kom Pele met Divine Passion. Oké. Wees eerlijk naar jezelf toe. Waar ligt jouw passie? Wat is je wens diep in je hart? Dus doe de dingen met passie. Dus doe de dingen waar je van nageniet. En dan kan je ook je passie terugvinden. En eerlijk naar jezelf kijken van wat wil ik nou eigenlijk? Daar gaat het dan in de tweede week zo'n beetje over. Het gaat allemaal in elkaar over, hè? Nou, dan komt Dana, dat is de hoofdkaart van eigenlijk van die voorop staat, hè? De grote priesteres. Jij hebt goddelijke kennis dat anderen kan helpen en je kan ook spiritueel anderen helpen. Ja, je hebt een hoge priesteres in jezelf zitten. Voor hoogpriester in jezelf zitten, hè, voor de mannen die kijken. Maar weet dat je potentieel in je hebt zitten. Je kan dus ook kinderen goed helpen, maar je zou veel meer mensen. Je bent eigenlijk wel een lichtwerker. Hè? Voor mensen die dit dus bij zichzelf vinden, resoneren van de watermannen. Hè? Kijk, en dan zeggen ze, what is your true desire? En neem dan een leap of faith. Dus heb vertrouwen. Neem een risico en put your heart's true desire into action. Dus doe wat je werkelijk wil en doe er wat mee. Dus, maar blijf vertrouwen. Dat is grappig. Een aantal anderen hebben zo'nzelfde leap of faith kaartje. Dus het is in februari wel van, oké. Misschien is het een beetje spannend, maar ik neem toch een risico om dat te doen en ik vertrouw erop dat het goed komt. Gaan we even naar de verduidelijking kijken. Oké. Het kaartje van Five of Forces. En Five of Forces is ja, dat het eigenlijk wel bezig kan zijn, maar dat het als zomer kan aanvoelen. Maar ook dat het als winter kan aanvoelen. Hè? Dus... Maar gewoon maar aardig gewoon bezig blijven. Hè? Dus laat het gewoon bezig blijven eigenlijk. Ja, ik heb even het kaartje, even het boekje erbij gepakt. Vijf van pentagrammen is het. Vijf. Ja, zoek het licht in jezelf. Aan eigen innerlijke waarheid voorbij gaan, in de kou komen te staan, materiële armoede of werkloos zijn, ontberingen, buitenechtelijke verhoudingen of in nood elkaar steunen. Dus daar gaat het een beetje over. Maar dat het dus ook wel koud kan aanvoelen, soms. Dan hebben we hier de Queen of Roses. En een queen, ja, die weet eigenlijk zelf heel goed... Die is warm, die elegant, die houdt van zichzelf en vrijgevig. Ja, dat ben jij misschien wel, hè? En met die passie mag je gewoon weten wat een kracht en een potentieel je in jezelf hebt zitten. Die hoogpriesteres zit er eigenlijk al, hè? Bijna onder. Gaan eens even kijken. Oké,
Dus de Four of Scrolls. Maar je ziet, die man die blijft gewoon bezig aan het werk. En daar gaat dit kaartje ook over. Dus duidelijk gewoon maar je ding blijven doen. Dag voor dag leven en gewoon maar bezig blijven. Gewoon schoenmaker blijft bij je lees, dat is eigenlijk dit kaartje. Dus, je hoeft niet veel voor te doen. Eigenlijk, het komt allemaal vanzelf een beetje naar je toe. Misschien kan je eens iemand bij je nemen die je kan helpen met die spirituele ontwikkeling. Ik zou je ook wel kunnen helpen erbij. En hier heb je dan ook weer het kaartje van werk eigenlijk, hè, de werkkamer. Maar dit is eigenlijk het kaartje van ook zoek die balans. En ik kan nog even kijken. Ja, het was dus 7 van pentagrammen. En we behoren om van geluk te genieten wanneer we het hebben. Zoals van rijpe vruchten in de herfst. Loon naar werken en dan ontvangen van een pensioen of vervroegd met pensioen gaan. Een rustperiode, eventueel vakantie. Een volbrachte taak, een stap terug doen. Zinvol werk levert meer op dan alleen maar materiële voordelen. En je eigen standpunt bewaren. Nou, dus eigenlijk gewoon maar genieten. Maar zorgen voor balans. Je krijgt wat je verdient, zeg maar. Dat is ook in balans. En doordat alles in balans blijft, kan je die leap of faith dan ook nemen. He, dus geniet gewoon en weet dat je de kracht in je hebt zitten. Blijf ook gewoon dag voor dag leven. Heel veel licht en liefde toegewenst. En als ik je nog kan helpen met een persoonlijke consult, dan is de informatie staat hieronder. En anders wens ik jullie een hele mooie maand toe. Dag!